Een hele goede middag, dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij Avonturia de Vogelkelder. Van harte welkom bij onze roofvogeldemonstratie. Ik ga het zelf eerst even aan u voorstellen. Wij zijn van Roofvogels en Uilen. Wij komen uit Brabant, uit Feyenaard om precies te zijn. Dat is Jonge, ik ben Evelien. En samen hebben wij zo'n 25 vogels. 25 vogels waar we heel Nederland mee doorreizen. We gaan naar scholen, we gaan naar de scouting. We komen bij de mensen thuis op een familiedag, een kinderfeestje. We doen eigenlijk van alles. We hebben vandaag een aantal vogels voor jullie meegenomen. En de eerste vogel die we voor jullie bijhalen is Nelson. Nelson is een hele speciale uil, want Nelson kan een heel klein beetje dansen. We gaan eens kijken of je het wil laten zien. Nelson! 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 Het was een heel klein dansje vandaag. Ik denk dat we hem gewoon lekker gaan laten vliegen. Nelson hier is onze Afrikaanse oehoe. En uilen die hebben een aantal bijzondere eigenschappen. En een van die bijzondere eigenschappen is dat uilen geruisloos kunnen vliegen. Ze maken geen enkel geluid tijdens de vlucht. Uilen zijn ook niet bepaald de snelste dieren ter wereld. Dus vandaar dat moeten we daar een trucje op ons verzinnen. Nelson! Nelson! Nou, naast dat geruisloos vliegen kan een uil nog iets heel bijzonders. Want wie weet nou niet dat een uil zijn nek heel erg ver kan draaien? Wie denkt dat een uil zijn nek 360 graden kan draaien? Helemaal rond. Ja, hoor ik. Wie denkt dat hij dat niet kan? Net niet. Kijk. Nou, jullie hebben allemaal gelijk. Want Nelson kan zijn nek één keer 360 graden draaien en daarna nooit meer. Nelson die kan zijn nek 270 graden draaien. En dat is driekwart. En dat kan hij driekwart naar links, maar dat kan hij ook driekwart naar rechts. Dus op die manier kan hij de hele wereld om zich heen bekijken. Nou, het is vaak een rare gewaarwording om uilen overdag te zien vliegen. En toch is daar niks geks aan. Je moet jezelf voorstellen, we hebben uilen van zo groot tot zo groot. En als al die uilen tegelijkertijd zouden jagen, zouden ze op elkaar gaan jagen, elkaar vangen en opeten. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus uilen hebben allemaal een beetje een eigen moment van de dag. Als we bijvoorbeeld aan het steenuiltje denken, wat hier in Nederland leeft, is dat een uiltje wat je toch nog wel eens overdag waar kan nemen. Het steenuiltje heeft vele ogen, net als onze Nelson. Dus hij heeft er de voorkeur aan om overdag te jagen. Nou, als Nelson nou een nest heeft met 4, soms wel 5 baby's, dan gaat Nelson ook 's nachts jagen. Want dan krijgt hij het nooit voor elkaar om zoveel voedsel te vangen om al die jongen van eten te voorzien. Nelson! Heel goed. Nou, Nelson hier is een echte man. En mannen, die houden van? Vrouwen. Kijk, hoppakee. Ik ben op zoek naar een hele knappe jonge dame die zo'n handschoen zou durven aanschieten en die Nelson daarop zou durven laten landen. Kijk, Floor, je krijgt van mijn handschoen voor je linkse hand. Mag jij een hele stevige vuist maken? Nelson! Ja, Nelson, ja, hij komt wel. Ook voor Nelson is het zondag. Draai maar even om, dan kunnen ze een mooie foto van je maken. Nou, we hebben hier twee dingen van geleerd. Nelson is ontzettend eigenwijs, maar daar had ik niet hard op hoeven zeggen, denk ik. En Floor hier is super sterk, want om met zo'n uil te kunnen vliegen moet je uitgerust zijn met echte spierballen. Want Nelson weegt namelijk wel 650 gram. Dus geef deze super, super stoere, sterke jonge dame een keihard applaus. Nou, we hebben nu een echte uil gezien en uilen staan natuurlijk bekend om hun braakballen. Ook omdat uilen hun voedsel direct naar de maag brengen en niet alles kunnen verteren. En dan krijgen we een braakbal met haren en botten. Nou, dit is Raja. Raja is een Amerikaanse woestijnbuis en Raja is een mannetje. Een mannetjesroofvogel noemen wij geen mannetje, wij noemen dat een tarzel. Een tarzel betekent 1/3 kleiner dan. Dus een mannetjesroofvogel is altijd 1/3 kleiner dan zijn vrouwtje. Een vrouwelijke roofvogel, dat klinkt een beetje minder aardig. Wij noemen die een wijf en wij verblijven op het nest en beschermen de jongen. Mannen gaan jagen. Zij zorgen dat er voedsel op de plant komt. Nou, we mogen niet echt jagen, maar Jonge gaat stukjes vlees in de lucht omhoog gooien. Die Raja gaat proberen om op te vangen. Dan zie je dat onze Raja een coole kikker is. Hij heeft het echt wel vaker meegemaakt. Hij maakt zelfs salto's in de lucht, zag je dat? Nou, stel dat Raja er wel van onder de indruk zou zijn en ervan zou schrikken, dan zijn onze vogels gelukkig allemaal uitgerust met een zender. Mocht de vogel ergens van schrikken, dan kunnen we met die zender weer gaan opzoeken. Nou, Raja heeft hem al een paar keer laten vallen, dus mocht je hem deze keer weer laten vallen, moet je mond open doen, naar boven kijken en probeer het dan ook maar eens. 3, 2. Oh,
En Lars en die vindt het superleuk om die stukjes vlees te vangen, maar er is één ding waar hij niks aan vindt. En dat is terug naar de bus en de volgende vogel aan de beurt laten. Nou, we zijn hier bij het Aventuria voor een prachtige vogelshow. Hoe lang doen jullie dit al? Wij werken al 15 jaar met vogels. Want als ik mag kiezen, dan halen wij onze gieren van stal. Nou, de gier die we vandaag voor jullie hebben meegenomen, die heet Magier. En Magier hier is onze Afrikaanse kapgier. Gieren zijn aaseters en aas vind je natuurlijk op de grond. Vandaar dat het lopen van deze gieren extreem goed ontwikkeld is, zoals Magier aan jullie laat zien. Maar ook zijn gieren groepsdieren en in het wild kun je ze tegenkomen in hele grote groepen. Soms wel van 100 gieren bij elkaar. Om die groepen een beetje soepel te laten verlopen, leven die gieren volgens een bepaalde rangorde. Dat betekent dat de grootste en de sterkste gieren als eerste aan de beurt zijn om te eten. En de wat kleinere giertjes, net als Magier, als laatste. Moeten jullie, als jullie doen, aan iets voldoen of letten jullie ergens op? Wij vinden het wel heel belangrijk dat mensen iets leren van onze demonstraties. Dus een stukje educatie vinden wij wel heel erg belangrijk om, en vooral ook kinderen, om die iets bij te brengen. Want Magier, die heeft een klein probleempje waar we allemaal last van hebben, en dat zijn haar ogen. Dus mocht je nou dadelijk het idee hebben dat Magier recht op u afvliegt, in dat geval is het een hele verstandige keuze om op tijd te bukken, want onze Magier, die vliegt gewoon. Niet door. Ja, die problemen zijn. Vergeet nou niet dat daar iets te eten in was. Dus daarom willen wij vragen: hou alles een beetje bij je, want maak je reeds echt alles op. Doe het gewoon zo. Ik blijf hier staan. Daar gaan we. Hoppakee, goed zo. Nou, ik zei het al, en die gieren zijn groepsdieren en aaseters. En het lievelingseten van zo'n gier is een lekkere zebra. Aangezien zo'n zebra niet iedere dag vrijwillig dood op de grond gaat liggen om zich op te laten eten door een gier, zal een gier dus, als hij eindelijk kan eten, wel zo verschrikkelijk veel gaan eten dat zijn buik zo dik en zwaar wordt dat hij niet meer in staat is om weg te vliegen. Maar als er dan gevaar dreigt, er komt bijvoorbeeld een grote leeuw aanlopen, dan moeten die gieren maken dat ze wegkomen. Met zo'n dikke buik gaat dat nooit lukken. Die dikke buik van die gier, die moet geleegd worden. En die wordt op exact dezelfde manier geleegd zoals wij mensen onze buik zouden legen. Namelijk... Gieren leven nooit alleen. Gieren leven in een grote groep, dus we zitten nu eigenlijk te kijken, sommige dingen die in ijs aan het eten zijn. Daar zijn 100 koetsen gieren. Nou, als je bij jezelf denkt dat dat smerig is, het kan ook vele malen viezer. Want als het gevaar geweken is, dan komen al die gieren terug naar de plaats waar ze net gekost hebben, om daar vervolgens hun eigen braaksel weer op te eten. Je kan wel heel veel vogels zien hier midden in de stad, maar bij ons zien ze net iets dichterbij en kunnen we de kinderen net iets meer informatie geven over een dier. En dan hopen dat ze uiteindelijk een beetje respect krijgen voor de wilde dieren. Die eten alles op wat ze tegenkomen, of het nou braaksel is van zichzelf of van de buurman of de buurvrouw. Dat maakt niet uit. Het ziet er eetbaar uit, dus ze eten gewoon alles lekker op. Vogels vliegen tot de laatste dag dat ze leven, net zo goed als vissen dat ook doen, maar dan in het water om te zwemmen. Dus onze vogels gaan niet met pensioen. Het grootste plezier wat wij onze vogels kunnen doen, is door ze lekker iedere dag de vleugels te laten strekken en lekker te laten vliegen. Nou, we gaan Magier terugsturen naar Sjoffen, maar niet voordat ze een heel hard applaus heeft gekregen. Aiko is een ijsvogel, de allergrootste ijsvogel ter wereld. Als je hier in mee loopt, dan ziet je aan de linkerkant een prachtige volière met twee vogels erin. Allereerst een kerrikuil. En de kerrikuil heeft een heel bijzonder vriendje en dat is de koekaboera. Nou, wij hebben ook een koekaboera voor jullie meegenomen. Hij is 6 jaar oud. En dit is een prachtig vogeltje om te zien. We kennen natuurlijk allemaal de ijsvogel hier. Ja, ze zeker weten. Op de hele dag. Hoor jullie hem lachen? Ja. Nou, daar staat de koekaboera. Ik ben niet leuk voor jou of de koekaboera, John. Nou, hier staat de koekaboera bekend. Zijn bijnaam is dan ook de lachende hand. Deze vogel kan lachen als een mens. Dat ijsvogeltje leeft langs de waterkant en jaagt op vissen. Deze ijsvogel heeft schutkleuren. En met die schutkleuren leeft hij in de bossen en jaagt hij in de bossen op insecten, reptielen en amfibieën. Nou hebben we roofvogels.
hele grote grijpklauwen. Dat is natuurlijk handig als je een prooi wil vangen. Dit is dan ook de allergrootste prooi die Aiko ooit heeft gevangen, deze meneer. Kijk aan. Nou, wel heel even onthouden. Als Aiko bij je komt zitten, je mag de vogel niet aaien, niet knuffelen. En kussen is al helemaal uit den boze. Dus vergeet dat alsjeblieft niet. Nou, Aiko die wil het liefste een kikker. En als ze die kikker heeft gevangen, zonder die grijpklauwen wordt het erg lastig. Dus wat doet Aiko? Die vliegt met zijn platvoetjes en zijn kikkertje naar een hele grote boom, een stam of een stok. En vervolgens pakt hij die kikker vast en gaat hij die kikker daar keihard tegen die boomstam aanslaan. Oh, zielig. Nou, er is niks aan de hand. Die kikker krijgt een ongelooflijke hoofdpijn. En op die manier kan Aiko gauw zijn kikkertje lekker opbeuzelen. Wie durft? Mocht je deze vogel in het wild willen gaan bekijken, het enige wat je nodig hebt is een ticket naar Australië. Dat moet je dan waarschijnlijk even besparen. Want in Australië leven deze vogels net zoveel als dat wij hier mereltjes hebben. Ze leven daar dus gewoon in de stadsparken. De mensen die daar geweest zijn, hebben ons ook al prachtige verhalen verteld. Want dit zijn echt super brutale vogeltjes. Nou, je gaat naar het vogeltje zitten kijken, want vanaf vandaag weten jullie allemaal wat voor vogel dit is. De camera wordt er nog een keer bijgepakt om er een mooie foto van te maken. We hebben voor jullie ook de allergrootste oehoe meegenomen. En de allergrootste oehoe die er is, is natuurlijk de Europese oehoe. Maar die hebben we voor jullie bij. Haar naam is Jona. Jona is een vrouwtje. Ze heeft een spanwijdte van 2,5 meter. Of 2 meter, sorry. En een gewicht van 2,5 kilo. Daar is ze. Nou, ondanks dat deze uil zo verschrikkelijk groot is, vliegt zij ook compleet geruisloos. Nou, je kunt het je waarschijnlijk niet voorstellen, maar deze uil leeft in Nederland. In Nederland hebben we Europese oehoes en dat is best bijzonder. Maar dat komt omdat deze vogel zich waanzinnig goed kan aanpassen. Jona kan prooien vangen, zo klein als een muis, maar ook zo groot als een volwassen vos of soms zelfs een jonge ree. We gaan er nog een keer. Hoppa! Na het zien van de Harry Potter films is het helaas een enorme rage geworden om zelf roofvogels te gaan houden. Dat is iets waar wij niet zo heel erg blij mee zijn. Buiten het feit dat je thuis een leuke chihuahua, konijn, cavia of een hamster hebt, onze vogels of een papegaai. Onze vogels vinden die echt ontzettend lekker, dus hou daar een beetje rekening mee. Roofvogels zijn eigenlijk een speciale verzorging die niet iedereen ze kan geven. En immers is er niet iedereen na het zien van de Free Willy films een orka in zijn vijver gaan leggen, dus denk nog eens een keertje voet over na. Wil je roofvogels gaan bekijken? Kom dat lekker bij ons doen of ga gewoon het wild eens in, daar is er meer dan genoeg te zien. Ja, zegt ze. Nou, Jona heeft op haar hoofd twee hele mooie dakantennes staan. Die dakantennes die worden vaak verward met oren. Maar de oren van de uil zitten net als bij ons mensen ter hoogte van de ogen aan de zijkant van het hoofd. Die pluimen op haar hoofd zijn haar wenkbrauwen. En met die wenkbrauwen vertelt zij jullie hoe zij zichzelf voelt. We gaan het even uitleggen. Staan die pluimen zo halverwege net als nu, dan is de uil relaxed. Vindt hij het allemaal wel prima. Zet hij ze recht overeind, wordt hij twee keer zo smal en gaat hij er heel vuil bij kijken. En het is een vrouw, geloof me, dat kan ze. Dan ziet ze iets waar ze ontzettend bang van is. En Jona is super bang van hondjes. Nou, bij haar derde standje, dan gaan we eens kijken of ze die er laten zien. Dan gaan die pluimen plat op het hoofd. Dan staan ze ergodynamisch. En dan is Jona haar vliegstandje. Oeh, ze twijfelen even. Nou, Jona is ook voor ons een bijzondere uil. Wij zijn zo trots op haar, ze doet het zo goed, dat ze een extra opleiding heeft mogen volgen. Jona is namelijk ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat betekent dat zij de dingen aanvliegt naar allerlei bruidsparen in Nederland. En daar zijn we natuurlijk super trots op. Nou, we gaan eens kijken of we ze nog een keertje richting shoppen kunnen sturen. Dat heb je gezien, hè? Daar gaat ze, geef je een heel hard applaus. Jona, onze Europese.
Johnny is een Falkland karakara en een Falkland karakara heeft een hele gekke manier van voedsel zoeken. Hij kijkt namelijk onder steentjes en blaadjes of je daar nog iets lekkers kan vinden. We hebben wij de steentjes en die blaadjes vervangen door plastic limonadebekers en we gaan eens kijken of John aan jullie wil laten zien hoe hij dat nou precies doet. Let goed op dat leuke loopje van die karakara. Hij draait ze allemaal om met zijn rechtse pootje. Hartstikke goed. Kijk, nou dit is natuurlijk gedrag en nou begrijp ik achter elkaar dat er op de Falklandeilanden waarschijnlijk geen paarse plastic limonadebeker staan die om kan draaien. Maar John draait dus gewoon echt alles om. Dit hebben we hem niet hoeven leren. Ik denk dat we op zoek zijn naar een hele stoere vrijwilliger die wel een wedstrijdje zou durven doen tegen onze karakara. Wie durft dat? Met een lege shirtje daar. Hartstikke goed. Mag je deze kant op komen? Loop een klein stukje deze kant op. Je kan niet gewoon naar binnen daar. Hoi, hoe heet je? Daan. Daan, je krijgt van mij 5 plastic limonadebekers. En je krijgt van mij 5 stukjes vlees. Niet zelf verbeten, alsjeblieft. Nou is het dadelijk de bedoeling dat je 1 vleesje op de grond legt en er dan heel snel een bekertje overheen zet. Dan ren je gauw een meter verder, weer een vleesje op de grond, weer een bekertje eroverheen, tot het alles op is. Na de eerste beker komt de karakar achter jou aan. 1 tip, niet achterom, kijk, Johnny komt wel. Ja? Je begrijpt het. Nou, je legt dadelijk 1 vleesje op de grond, anders. Zal ik de vleesjes wegleggen, doe jij de bekers. Goed idee, wij doen het even samen vandaag. Ik leg een beker of een vleesje weg, jij een beker eroverheen, hè? En dan rennen we gauw een stuk verder, hè? Oké, daar gaan we. Zie je dat? Ja, ja! Oké, door naar de volgende. Ja, een bekertje. Heel goed, door naar de volgende. Een bekertje. Ja, die gaat goed. Een bekertje. Ja, een bekertje. Ja, 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 ja! Dames en heren, kijk, een applaus voor Daan! Goed gedaan, dankjewel voor je hulp. Even kijken. Kom maar op. Ik ga het alleen. Kijk, doen we het samen of ga je het alleen? Jij kan het wel alleen. Kijk, voor jou 5 bekers. 1, 2, 3, 4. Gaan we het nog een beetje regelen? 5. Kijk. Oh. Ja. Nou, hartstikke stoer. Zijn er 5? Ja, daar gaan we hoor. Het eerste bekertje staat goed zo. Door naar de volgende. Ik weet helemaal te vragen wie je heeft, want ik doe dat dadelijk wel. Voor uit de hand voelen. Nou, 3,5 beker. Geef deze jonge dame een keihard applaus. Dankjewel. Nou, John die kan wel vliegen, maar die zal alleen een stukje vliegen om een stukje af te snijden of als hij dat klaar krijgt. Verder was hij de hele dag op de grond te vinden, omdat hij daar zijn voedsel kan vinden. Karakara's kom je op 2 manieren tegen, helemaal alleen of in een grote groep. Allebei de manieren is het niet zielig. Zijn ze helemaal alleen, dan zijn het volwassen dieren, net als onze John. Zijn ze in een grote groep, dan zijn het jonge karakara's. Want zij bundelen elkaars krachten om voedsel af te pakken van de andere dieren op de eilanden. Dit is Sita. Sita is de grote zus van Raja, die jullie daarnet zagen. Dit is de enige sociale roofvogel ter wereld. Je komt deze vogels dus in groepen tegen. Maar momenteel hebben onze broer en zus weer even een conflictje uit te vechten. Dus waren ze er even apart bij. Zita hier is een vrouwelijke woestijnbuis. Weten jullie nog hoe wij een vrouwtjesroofvogel noemen? Lijf, hartstikke goed. Iemand die toevallig nog weet hoe we de mannetjesroofvogel noemen? Ja. Raja, Raja, nee, dat was zijn naam. Een tarzel. Nou, dit is dus een vrouwtje. Je ziet dat ze een stukje groter is dan de vogel die daar straks een stukje vlees uit de lucht ving. En Zita hier is een ongelooflijk slecht voorbeeld van een roofvogel. Want Zita is dol op kinderen. En dat bedoel ik niet om ze op te eten natuurlijk, hè. Ik ben op zoek naar een paar kinderen die het leuk zouden vinden om ze een handschoen aan te schieten. En die mij willen komen helpen. Ja. De jongens mogen naar shoppen en de meiden blijven bij mij. Dat is de veilige kant. Nou, dan krijg je... Jij hebt bij mij de handschoen voor jouw linkerhand. Dan mag je een hele stevige vuist maken. En daar komt Sita al aan. Niet je ogen dicht toe, want dan heb je het gemist. Dan ga je ook gewoon loslaten. Hartstikke goed. Je ziet dat Sita schudt met een staart. Dat is het teken dat de vogel gewoon op haar gemak is. Mag jij de handschoen doorgeven? Aan de volgende.
Nou, al die stukjes vlees die de vogels nu krijgen zijn een extraatje. Als wij straks thuis komen, staat er voor iedere vogel een bakje te wachten met zijn of haar naam erop. En daarin zit het vlees waar ze voor gewerkt hebben. Dat vlees gaan ze sowieso krijgen. In het geval van Zita is dat een lekkere duif. Deze vogels zijn topsporters. En topsporters moeten nu eenmaal iedere dag iets eten. Kijk, hartstikke goed. Ook voor jou een lekker stukje vlees. En gaan we eens kijken of Zita nog een keer deze kant op wil komen. Zita is 13 jaar oud. Prachtige leeftijd voor zo'n woestijnbuizer. Ze worden gemiddeld een jaar of 25. Nou, mocht je het leuk lijken om ook zelfs met zo'n vogel te kunnen vliegen, dan kun je bij ons een workshop doen. We hebben allerlei soorten vogels en daar mag je dan zelf mee aan de gang. Dus als je daar wat meer informatie over wil, kun je op onze website kijken. www.roofvogels-en-uilen.nl. Goed zo. Niet wegrennen, want ze gaat achter je aan. En dan gaan we de handschoen nog een keertje doorwisselen. Heel goed. Ook voor jou een lekker stukje vlees. Daar komt ze aan. Heel goed. Ik kom het. Nou ja, hoor. Het is voor onze vogels natuurlijk net zo goed. Het is voor ons ook hartstikke warm. Geef deze 8 vrijwilligers een keihard applaus. En nog lekker stoer. Kijk, goed gedaan. Mogen jullie veilig je plekje weer opzoeken. Goed, hè? We zetten een expres achter Zita, zodat jullie duidelijk het verschil kunnen zien tussen een Amerikaanse buizerd en een Europese buizerd. Dit is Spijker en Spijker is 1 jaar oud. Het is nog een jonge vogel. Hadden jullie net een nieuwe jonge deelnemer die bedacht van nou, we gaan zelf even kijken. Dat is een behoorlijk risico dan, hè, voor dit vak. Daar valt reuze mee. Je moet wel weten, je moet je kansen wel goed in kunnen schatten. En ook een jonge vogel moet het leren. Dezelfde als met kinderen, die moeten ook alles leren. Nou, de eerste keer voor ons nu dat hij bij zo'n grote groep mensen is. Dus we gaan eens kijken wat hij precies aan jullie wil laten zien. Nou, dit is niet een vogel die hier in Nederland in een boom is geboren. Dat moet je hier echt allemaal goed begrijpen. Alle vogels die jullie hier vandaag bij ons zien, zijn vogels die in gevangenschap geboren zijn. Bij gespecialiseerde kwekers of in dierentuinen. En doordat je hem gebruikt, leer je ook wat er misgaat. Kijk, de vogel schrok nu van een vlag hier. En dan weten wij ook in het vervolg dat we daar meer op moeten gaan trainen. Of dat we daar rekening mee moeten houden. Dat hij dat gaat leren. Dat hij niet bang hoeft te zijn van een vlag. En buiten dat feit worden al onze vogels gevlogen met een zendertje aan hun poot. Dus we hadden hem nu ook was binnen 10 minuten weer teruggevonden. Nou, onze zeearend, die heet Antje. Antje is 11 jaar oud en zij heeft een spanwijdte van 2,5 meter en een gewicht van 4,5 kilo. Nou, zij is natuurlijk het staatssymbool van de Amerikanen. En de Amerikanen zijn al zo verschrikkelijk trots op hun zeearend dat de president zelfs heeft besloten om deze vogel te gebruiken in zijn zegel. Dan mogen wij als Europeanen ook super trots zijn, want ook wij hebben hier in Nederland een zeearend. Geen Amerikaanse, die zou gigantisch verdwaald zijn. Wij hebben hier in Nederland de Europese zeearend. En de Europese zeearend krijgt, als hij volwassen is, alleen een witte staart en geen witte kop. Een aantal jaren geleden kwamen die zeearenden alleen maar voor in de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de Biesbos. En momenteel zijn er al verschillende plaatsen in Nederland waar de zeearend broedt. Vorig jaar zijn er dan ook maar liefst 14 jonge zeearenden uit hun eigen kropen. En dat is wel heel bijzonder dat in zo'n klein landje als dat voor ons we zulke grote vogels een plaatsje kunnen geven. Op zijn keertje. Goed zo. Je hebt echt geen zonde. Wij wel. We gaan Antje terug richting show besturen. Roofvogels doen aan cannibalisme, dus dat is de reden dat we nu even voorzichtig moeten zijn. Omdat het zomaar zou kunnen dat Spijker dadelijk om de hoek gevlogen komt. Ik wil jullie allemaal adviseren om allemaal de winkel nog even in te gaan. Want hier binnen is meer dan genoeg te zien. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.